tijd voor weer een bootje. En dat is deze Trexus DCB M41 Widebody Catamaran. Prachtig ding om te zien zo op het water. En voor de oplettende kijker, jazeker, we hebben deze boot bij het verschijnen in 2016 al uitgebreid in een videoreview behandeld. De link vind je in de videoomschrijving hieronder. En we raden je die dan ook aan als je de volledige videoreview van deze boot wilt bekijken. Trexus heeft deze boot 3 jaar later weer een opfrisbeurt gegeven in de vorm van deze nieuwe kleur, met nog een tweede versie in oranje-blauw tinten. En 3 jaar later checken we dus opnieuw deze Trexus DCB M41 Widebody Catamaran, geleverd in deze enorme doos, waar je hier dus die oranje-blauwe uitvoering op afgebeeld ziet. De boot is een officieel gelicenseerde replica van de DCB M41 Widebody. Ja, hij bestaat echt. DCB staat voor Dave's Custom Boats. En dit model moet nog steeds met 80 km per uur door het water kunnen klieven op 6 cellen lipo zo uit de doos. En zo uit de doos valt natuurlijk het nieuwe kleurenschema op. De hele romp is nu wit, met een typisch Trexus afdrukje erop, in dus oranje-blauw of groen-blauw zoals ons model hier. Het doet een beetje denken aan de groen-blauwe body van de Trexus Erevo 2. Smaken verschillen, wij vinden het best mooi, en het is nog steeds een flinke schuit met een romplengte van 1 meter en 3 centimeter en een rompbreedte van 27 centimeter. De romp is gemaakt van vacuümgetrokken ABS en bestaat uit 2 delen met een overlap bovenop elkaar gelijmd. Dat noemen ze de shoebox-style, als een schoenendoos dus. De hardware achterop de boot, zoals je roer- en schroefophanging, zijn van blauw geanodiseerd aluminium en er zijn 2 RVS trimtabs aanwezig. De boot komt standaard met een plastic schroef en 1 reserve daarvan, maar voor deze video gebruiken we een geslepen en gebalanceerde Octura M445 koperschroef. Betere performance, maar grotere diameter, dus betere prestaties en topsnelheid, maar wel de temperatuur van je elektronica in de gaten houden. De elektronica in de boot vinden we in het ruim onder het deksel met een 1600 kV brushless motor en Castle Creations powered Trexus Vlinion VXL 6S Marine regelaar. Beide watergekoeld en om dus maximaal 2 keer een 3 cellen lipo in serie links en rechts in de boot op aan te sluiten voor 6 cellen in totaal. De ontvanger in de boot is de 5 kanaals 2.4 GHz TQI ontvanger met telemetrie en TSM gyroscoop en de servo op het roer is de Trexus 2056. Alle elektronica is uiteraard waterdicht, alle boutjes op en in de boot zijn RVS en de oplettende kijker ziet 2 dingen die opvallen. De koeljas op de motor is van aluminium, een rode in dit geval, en dat koelt veel beter want langer en is van aluminium dus kan zelf ook al hitte kwijt en kan niet lekken. Want de standaard koeljas is gemaakt van siliconen. Onze tip voor elke Trexus Spartan of DCB M41 hobbyist, gelijk vervangen dus. En ten tweede de aanwezigheid van de Trexus TQI telemetrie expander met GPS en overige telemetriesensoren. We willen de temperaturen, batterijspanning en vooral de GPS-snelheid natuurlijk wel in de gaten kunnen houden. En dan gaan we varen. Oké, ik denk dat we het er wel over eens zijn, deze boot is snel. Het geluid van vol gas is altijd mooi om naar te luisteren, terwijl het ding zo moeiteloos door het water glijdt. En zelfs op wat ruwer water is het verbazingwekkend hoe stabiel en wendbaar deze catamaran nog is.
Nogmaals, hij is dus lekker snel. En hoe snel is snel? Een top van 82 km per uur, gemeten met de Trexus GPS. De temperatuur van de regelaar loopt echter wel snel op zoals je ziet en dat komt door onze grotere koperschroef. Altijd de temperatuur van de elektronica in de gaten houden, en zeker met een boot en zeker als je gaat upgraden. Met de standaard schroef op de boot blijft alles relatief koel. Er ligt de topsnelheid, zoals je in de videoreview uit 2016 kan zien, helemaal niet veel lager dan met onze grotere koperschroef. Maar tja, we zoeken nu eenmaal de grenzen graag op in deze hobby, hè? Tot zover deze video over de nieuwe kleurtjes van de Trexus DCB M41 Widebody Catamaran. Blijft een tak apart, die boten, maar daarom natuurlijk des te leuker. En naast auto's en drones, zie je dan letterlijk ter land, ter zee en ter lucht. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video maar weer. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal natuurlijk. Onwijs bedankt namens het team achter rcblog.nl.